Hey en welkom bij de Perfectly Imperfect Podcast, de show over een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik ben Julie van den Kerkhoven, plan-based chef, coach en auteur. En ik breng je op dinsdag tips, ervaringen en inspiratie over voeding, beweging, mental health en spiritualiteit met een knipoog. Hey en welkom bij onze gloednieuwe podcast. Ik vind het super spannend, want het is een idee waar ik al heel lang mee rondliep. Maar ik had nog een duwtje in de rug nodig en vooral ook meer tijd om eraan te kunnen spenderen. Maar voor dit jaar 2021 stond het echt bovenaan mijn prioriteitenlijstje. En ik ben eigenlijk sinds vorig jaar ook veel naar podcasts beginnen luisteren, ook omdat we gewoon veel meer thuis waren. En ik vind dat een podcast iets heel verbindends en ook wel ergens intiems of persoonlijks heeft. Dat je een beetje kan binnenstappen in de leefwereld van iemand anders. Um, en ik wil ook vooral dat het heel authentiek blijft. Uh, dus als je mij of mijn achtergrond nog niet kent, wil ik dat vandaag ook even schetsen. Maar eh, eerst wil ik je al even ook schetsen wat je in deze podcast mag verwachten. Want ja, natuurlijk ga ik het heel uitgebreid hebben over voeding, koken, beweging. Eh, want ja, lekker eten is een van mijn grootste passies. Maar ik ga het evengoed hebben over stress en hoe je daar beter mee kan omgaan. Perfectionisme, want dat is iets waar ik zelf ook nog steeds aan werk, zeg maar. En hoe je daaruit kan losbreken. Ook de kracht van je gedachten, de wet van de aantrekking. Evengoed mythes over sport. Ik wil het ook hebben over slaap, over intermittent fasting. Je zal zien, er zal heel veel aan bod komen in deze podcast. Nu als je meer wil horen, wil ik je nu al uh, zeker uitnodigen om je te abonneren op deze podcast. En um, als je kan, geef de show dan ook een rating met sterretjes en uh, schrijf een korte review als je het interessant vindt. Dat is voor mij heel leuk om die feedback te krijgen, zodat ik weet wat jou interesseert en ook um, het is voor mij heel motiverend om ook nieuwe afleveringen te maken. Nu. Um, voor ik verder ga, voor ik even in het verleden duik, wat ik niet mag vergeten, alle info, een korte samenvatting en ook de links naar dingen waar ik naar verwijs, vind je via Julieslifestyle.com/1. Want dit is de eerste aflevering. Ik ga even terug in de tijd. Vijftien um, jaar terug, toen ik negentien was. En als je geen zin hebt om te rekenen, ik ben er nu 34. Want dan is eigenlijk mijn. Ja, mijn pad, mijn, uh, mijn zoektocht naar energie en optimale gezondheid begonnen. Um, als 17-jarige begon ik aan een studie journalistiek, omdat ja, mijn grootste passie was taal, schrijven, lezen. Dat is altijd al iets geweest dat ik enorm graag deed en ook mijn vastbijten in een onderwerp. Maar ik vind ook ja, op je 17e het heel moeilijk om al te weten waar, waar dat je eigenlijk met je leven naartoe wil. Maar, ja. Zo ben ik eigenlijk bij journalistiek terechtgekomen. En dan later, drie jaar later, ben ik ook nog aan de studie vertaler-tolk begonnen. Dat is eigenlijk mijn achtergrond. Dus ik ben geen klassiek getrainde chef, geen uh, ja, klassieke diëtiste. Maar mijn passie lag altijd in de talenwereld. Maar vooral tijdens die studie vertaler-tolk, die toch wel redelijk zwaar was, um, kreeg ik heel veel stress. En ik ben ook altijd al een beetje een perfectionist geweest, al van kleins af aan. Ik weet dan nog als ik, denk ik, uh, neem nu acht jaar was. Ik kwam thuis van school op vrijdag om drie uur. En het eerste wat ik deed, was mijn huiswerk maken, omdat ik gewoon op mijn gemak wou zijn. En dan had ik de, de rest van het weekend vrij om te spelen. En dat heeft er al altijd in gezeten en dat is nog steeds zo. Dus... Ja, perfectionisme, faalangst, dat is iets dat enorm de kop opstak tijdens mijn, mijn studentenjaren. Ik was precies constant bang om te weinig te doen. En uh, ja, nu lachen we daar wel mee. Ik en mijn zus bijvoorbeeld, want ik zat ook constant achter mijn bureau. Maar dat is eigenlijk de periode... Oei, George, je hebt iets gezien. Dus <laughs> dat, komt er ook... dat komt er ook tussen. Het is live. <laughs> George, kom hier. Allez. Even terug naar mijn studentenjaren. Uh, dat is de periode, denk ik, door stress, dat ook bepaalde ja, vage gezondheidsklachten naar boven kwamen. En dat begon met vermoeidheid. En ja, ik was eigenlijk een student uh, die, die heel graag uitging, uh, gaan dansen, ik sportte ook veel. Dus ik begreep ook niet echt wat er aan de hand was. Dat, dat was bijna van de ene dag op de andere dat, ik, uh, ja, dat mijn energie precies weg was en dat ik me heel moe voelde. En ik ben toen eigenlijk begonnen aan een soort persoonlijke zoektocht van hoe kan je meer energie uit je voeding halen en wat is er precies aan de hand. En dat heeft toch anderhalf jaar geduurd van de ene dokter naar de andere, eer dat er met iemand kon zeggen dat de oorzaak Epstein-Barr was. Dat is een bepaald virus die bijvoorbeeld voor klierkoort zorgt. En bij de meeste mensen duurt dat een, een week of twee, drie, maar bij mij was dat blijven hangen. Waarschijnlijk ook ja door bijvoorbeeld stress. Kan dat zijn dat je lichaam daar al gevoeliger aan is? En dat had zich beginnen vermenigvuldigen en dat had dus gezorgd voor die, voor die vermoeidheid. En ik weet nog goed, dat was tijdens mijn uh, studentenjaar een vertaler-tolk. En ik heb toen ook een tijdje in, in Barcelona gestudeerd als uh, Erasmus-studenten. En om van school terug naar ons appartement te gaan en terug, moest ik uh, de tram nemen en ook een stukje, ja, Barcelona is heel heuvelachtig, een stukje naar boven. Na, na boven. En, uh, dat was eigenlijk maar licht bergop, maar ik raakte bijna niet van het ene punt naar het andere, omdat ik zodanig fysiek moe was. En dat was de periode dat ik ook nog niet wist dat het dus Epstein-Barr-virus was. En zo is eigenlijk mijn zoektocht uh, begonnen en ook mijn passie voor gezond koken, want ik was iemand die eerder praktisch was. Ik hield enorm van lekker eten. Um, ik had ook heel vaak vegetarisch geïnspireerd door mijn zus, maar het was niet dat dat mijn grote passie was waar ik iets mee wou doen als job. Maar euh, ja, zo is het eigenlijk allemaal begonnen. En euh, het is tijdens die zoektocht dat ik ook de vegankeuken heb ontdekt. Omdat ja, als geen enkele dokter je kan helpen en je bent op zoek, dan, euh, dan zei mijn mama ook van, waarom ga je niet je voeding aanpassen? Misschien kan dat al een groot verschil maken. En ik had wel al redelijk gezond, maar denk zoals elke student, niet altijd even gebalanceerd. Uh, niet dat ik veel fastfood had, maar eerder snel. Het moest allemaal snel gaan. Dus er was veel ja, brood en, en belegde broodjes en boterhammen en wat fruit en groenten. Maar ja, niet echt gebalanceerd zoals dat hoort. Dus toen ben ik eigenlijk ja, vooral brood, snelle suikers, melkproducten. alles wat dat eigenlijk op, op je energie kan wegen. ben ik meer gaan vervangen door heel veel groenten. En zo uh, heb ik ook de, de raw vegan, de raw food keuken ontdekt. Dat is echt. Het prille begin van Julie's lifestyle. Want dat waren heel veel salades en green juices en ja, alles wat je je kan voorstellen bij meer in een detox keuken. En ik was zodanig onder de indruk van het effect daarvan op mijn lichaam, op mijn energie en hoe goed dat ik mij in mijn vel voelde na zo'n lange ja, zoektocht van meer energie en me meer goed voelen. Ik was zodanig onder de indruk dat ik toen ben gaan zoeken van, bestaat er daar een opleiding over? Want ik had eigenlijk zeven jaar gestudeerd, ik was ook van plan om gewoon in die talenwereld aan de slag te gaan. Maar ik was zodanig gepassioneerd, en dat is ook de eerste keer denk ik in mijn leven dat ik echt heb gedurfd om mijn intuïtie te volgen. En toen voelde ik van, hier wil ik iets mee doen omdat ik zo aan de lijve ondervond wat dat het effect was. Omdat ik enorm onder de indruk was van de kracht van voeding ook. Op hoe je je voelt, op je energie. En ik was ervan overtuigd dat veel meer mensen daarmee geholpen konden worden. En zo ben ik gaan zoeken en heb, had ik ontdekt, ja, in Europa was er nog niet echt iets. Maar in Amerika wel. Daar was er al één school, één raw food school. Uh, Matthew Kenny is er later bij gekomen, maar zijn school bestond nog niet. En zo ben ik eigenlijk samen met Simon, we waren toen een koppel. Nu werken we samen, zijn we goede vrienden, maar we zijn ooit begonnen als koppel. En we zijn zo voor een aantal maanden naar Amerika getrokken, heel impulsief eigenlijk, na mijn studies. Niemand begreep in godsnaam waarom ik zeven jaar gestudeerd had en dan naar Amerika trok om mij te gaan verdiepen in de vegan keuken, om vegan chef te worden. Maar dat is eigenlijk het pad dat ik toen gekozen heb. En zo is Julie's Lifestyle ook ontstaan: als uh, kleine WordPress-blog om. Uh, ja, vrienden en familie vooral op de hoogte te houden van onze avonturen. En zo is eigenlijk alles stap voor stap gegroeid. We zijn toen teruggekomen naar België en ja, raw food en de vegankeuken waren nog compleet nieuw. Dat is eigenlijk de. Je moet u voorstellen, terug in de tijd, dat is de periode dat als vegetariër had je geluk als er een vegetarische pasta op de menu stond. Ik heb bijvoorbeeld al... Ik herinner mij dat nog zo goed en ik lag daar nog mee. Um, ik belde vaak op voorhand, omdat ik... Ja, vegetarisch, dat was nog niet echt ingeburgerd, 15 jaar terug. En ik belde dan van, hé, hey, wat is er mogelijk? En meestal zei de chef of iemand uit het restaurant gewoon van... Ja, we gaan wel gewoon veel groenten combineren in één gerecht. Dat is allemaal geen probleem. En ik weet nog goed, in één restaurant, mijn hoofdgerecht bleek wortels... ...met ertjes te zijn. Gewoon een kom wordt als met ertjes. Dat zijn zo'n dingen waar je wel bij stilstaat, want nu is er al zoveel veranderd. Vegan is al zo ingeburgerd geraakt. Um, maar in die tijd was dat dus nog niet het geval. Maar goed, zo zijn we eigenlijk begonnen met jullie lifestyle, met kleine workshops... ...om mensen ook te inspireren, um, uh, ja, we, we niet alleen het, De opleiding was niet alleen het chefgedeelte, maar was ook uh, meer coach en instructor, dus om, om les te geven, om workshops te geven. En zo is uh, alles eigenlijk begonnen. Ook catering namen we erbij, vooral in de modewereld was dat toen. Uh, want zoals ik zei, vegan was eigenlijk nog heel nieuw. Um, en zo is alles eigenlijk stap voor stap gegroeid totdat we ook een pop-up restaurant hebben gehad in Gent, Essence Cuisine. Dat is ook alweer zo lang geleden. En dat was een heel leuke test om te zien of dat het Vlaamse publiek klaar was zeg maar, voor een pure vegan keuken. Want alles was ook volledig plantaardig. En dat was wel leuk, want het, de setting, het kader was ook. Totaal niet geitwolle sok, eh, want daar wouden we ook uit losspreken. En dat was leuk dan om te zien hoe dat de Bourgondiërs ook binnenkwamen, ook de mannen. En dat zij ook genoten van, van lekker eh, en gezond koken. Dus allez, dat is altijd wel een beetje mijn instelling geweest. Van, ik wil gezond koken en ik wil dat je je goed voelt, maar ik wil vooral ook dat je kan blijven genieten, want ik ben eigenlijk diep van binnen. Een enorme Bourgondier die enorm houdt van lekker eten, uit eten gaan, maar evengoed gewoon zelf koken. Maar ja, grote... ik hou ook van grote porties. Wie mij goed kent, uh, weet dat. Dus dat is voor mij ook heel belangrijk. Dat je gewoon kan genieten van lekker eten. En dat is ook hetgene wat ik met de boeken en ook met deze podcast wil meegeven. Hoe dat je eigenlijk kan losbreken uit diëten, losbreken uit calorieën tellen. maar dat je gewoon kan genieten van. Heel lekker eten, zonder dat je nog hoeft te beperken. Maar dat dan ook nog een keer gezond is en dat je veel energie geeft. Dat is eigenlijk de basis van hetgeen wat ik wil meegeven. En zo is ook het eerste boek er gekomen, Julie Natuurlijk. Dat was een boek volledig gewijd aan de raw vegan keuken. Um, dat is eigenlijk uh, voortgekomen uit de blog. En zo dan een tweede vegan boek, Easy Vegan met Julie. En dat was eigenlijk het begin zeg maar, van mijn, uh, uh, mijn pad en mijn, mijn job als uh, vegan chef en, en schrijver. Maar na een, een achttal jaar van grotendeels vegan koken, vegan eten, boeken daar rond te schrijven, gaf mijn lichaam toch signalen dat het pure plantaardige voor mij niet langer voldoende was. En dat was niet nie gemakkelijk, die overstap van vegan naar keto, de low carb levensstijl, maar toch weer kleine hoeveelheden van hey, gevogelte, vis, eitjes. Want als je, je moet je voorstellen, als je al acht jaar bezig bent met die plantaardige keuken, dat was ook echt een deel van mijn identiteit geworden. En ik heb wel een tijdje in de knoop gelegen met mezelf, maar mijn vermoeidheid stak terug de kop op. Ik had bepaalde voedingstekorten die ik heel moeilijk kon ophalen uit uh, supplementen die ik nam. Ik, ik was daar al heel bewust mee bezig, maar ja, toch was het voor mijn lichaam niet voldoende. En ook vooral hormonenbalans was een beetje zoek. En mijn dokter gaf mij um, de tip van, zou je niet wat meer gezonde vetten toevoegen? Want de Viking keuken staat er vaak voor gekend. Het is een, vaak een heel, heel gezonde keuken als je het op een gezonde manier aanpakt. Met veel groenten um, en fruit, maar vaak ook veel granen, veel pulvruchten. En dus vooral de nadruk op koolhydraten. Ook al zijn dat tragere koolhydraten, vooral koolhydraten en weinig vetten. En dus mijn dokter zei van um, probeer eens, um, mijn homeopaat, probeer eens. Wat meer goede vetten toe te voegen. En ik had al gehoord van Keto, ik had er al uh, een paar jaar voorheen um, ook al over gelezen, maar ik denk dat je echt op het moment moest zijn dat het voor jou ook ja, het juiste moment is om er iets mee te doen. En toen was ik wel uh, ja, getriggerd, omdat natuurlijk ook weer omwille van persoonlijke gezondheidsredenen, uh, om mij daarin te verdiepen. En dat is ook wel typisch aan mij, een keer. Uh, dat ik me ergens in verdiep, dan bijt ik me echt vast in een onderwerp. En dan wil ik er ook alles over weten. En dan wil ik het ook zelf uh, gaan proberen. Dat is ook iets wat ik altijd heb gedaan. Mezelf een beetje als proefkoning gebruikt. En zo dan mijn persoonlijk ver verhaal gaan delen met anderen. Zodat ik ook anderen kan helpen. Um, en zo ben ik eigenlijk bij Keto terechtgekomen. Om, uh, zeg maar... Mijn uh, ja, hormonenbalans, omwille van hormonenbalans, spijsvertering, bepaalde tekorten. En ik moet eerlijk zijn, op het begin stond ik er wel redelijk sceptisch tegenover. Uh, ik had een beetje mijn twijfels en ik had ook bepaalde bezorgdheden, als ik het zo kan zeggen. Dat enerzijds, uh, dat vetten mij... Ja, dat, dat ze ervoor zouden zorgen dat ik enorm zou verdikken. En niet dat ik daar zo obsessief mee bezig was, maar ik denk sowieso dat je daar altijd wel even bij stilstaat. En ik was ook iemand die, die graag sportte en, en bewoog. En ik dacht ook dat, dat vetten vaak voor een, een zwaar gevoel zouden... Je weet wel, zo'n zware maaltijd. Ik denk dat ik het veel verwarde met, met de, ja, de Franse keuken... met, met room en bolter. En dat kan voor mij heel zwaar zijn... omdat ik ook eigenlijk van kleins af aan al gevoelig of intolerant ben... Dus ja, ik had ook nog heel veel vooroordelen daar, daarover. Maar ja, omdat het gewoon omwille van gezondheidsredenen, wou ik het echt gewoon proberen. Dacht ik, oké, okay, ik geef het een kans. Ik spreek nu over, ondertussen al zeven jaar geleden, denk ik. En zo ben ik eigenlijk keto gaan proberen. Um, dus ja, weinig koolhydraten, veel goede vetten, veel groenten en ook weer wat vis, gevogelte, eitjes gaan toevoegen. En ik had het nooit gedacht, maar het effect op mijn lichaam was heel positief. Um, ik was altijd al iemand die een echte suikerverbrander was, denk ik. Ik stond op met grote honger. Ik had heel snel weer honger tussendoor. Dus ik kwam nooit buiten zonder tussendoortjes. Um, wie mij goed kent, weet ook dat ik nogal snel hangry werd. Um, dus als ik niet snel genoeg iets at tussendoor, dan kon ik zo wel lastig worden. En ik moet zeggen, het eerste wat ik merkte met keto is dat, mijn, uh, ja, dat ik veel meer rust ervaarde. En doordat mijn bloedsuikerspiegel veel stabieler bleef, had ik veel minder behoefte aan tussendoortjes. Had ik veel minder zin in zoet. Want ik ben altijd al iemand geweest die toch wel veel zin had in zoet. Um, als klein kindje ging ik snoepjes gaan stelen uit de kelder als mijn mama boven was met mijn zus. <laughs> mijn zus is drie jaar jonger. En als zij bijvoorbeeld in bad ging of mijn mama stak ze in bed, dan trrrt naar de kelder. En dan, dat is één keer gebeurd, echt mijn mond vol snoep. En dan trrrt terug naar de zetel. En dan kwam mijn mama beneden en zei ze: ...Julie, heb je iets gedaan? <laughs> Nee. En de snoepen kwamen bijna uit mijn mond. Dus, alleen om maar te schetsen... Ik ben iemand die wel houdt van zoet en van desserts. Maar ik merkte bij keto, op het begin dat ik het probeerde, dat die zin in zoet gewoon daarom niet per se helemaal weg was. Maar dat voelde niet meer als iets van... Ah, ik, moet, ik, ik heb nu zin in iets en ik moet nu een tussendoortje hebben. Um, ik, ik ondervond eigenlijk veel meer rust. Zowel fysieke rust als ook mentale rust. Want... Niet alleen had ik minder behoefte aan tussendoortjes, was ik veel langer, had ik veel langer onvoldaan gevoel. Maar vooral, het mooie daaraan was dat het mij veel meer rust gaf, ook mentaal. Omdat je niet constant bezig bent van, oh, wat zou ik straks eten? Of dat, ja, er, het was precies alsof er veel mentale energie, headspace, vrij kwam. En ook mijn energie in het algemeen bleef veel stabieler. En dat komt natuurlijk met keto als je meer gezonde vetten toevoegt. En je gaat je koolhydraten beperken dan gaat je lichaam eigenlijk overstappen op vetten als hoofdbron van energie. En dat zorgt er ook voor, niet alleen dat je bloedsuikerspiegel veel stabieler blijft, waardoor je niet in die constante op en neer van die suikerrollercoaster doorheen de dag zit, maar vooral dat je ook zal merken dat je energie doorheen de dag veel stabieler blijft. En ik was zodanig eh, ja, eigenlijk geschrokken van het effect op, op, mijn, op mijn lichaam, dat ik eh, echt het gevoel had van dit is iets wat ik wil delen. Ook weer vanuit een persoonlijke gezondheidsreden, maar ook omdat ik um, zo lang al met die vegan keuken bezig was. En ik wou altijd heel open en eerlijk blijven. Ja, integriteit, authenticiteit is voor mij het allerbelangrijkste. En ik merkte ook dat veel mensen mij ergens bijna op een voetstuk plaatsten. Van dat is de vegan chef uit Vlaanderen. En dat is het voorbeeld dat ik wil volgen, vegan. Maar veel mensen hadden daar moeite mee. En ik merkte dan ook van, oei, ik loop hier ook wel ergens tegen een muur aan. En ik wil dat verhaal ook wel eerlijk brengen. En zo is eigenlijk het Keto-planner gekomen. Dat was het eerste boek rond de Ketokeuken. Eh, waarin ik, eh, ja, zeg maar, eh, Vlaanderen wilde laten kennismaken met Keto. Omdat er toen nog geen, eh, geen enkele Vlaamse auteur eh, echt puur rond Keto werkte. En eh, ik haalde mijn, mijn bronnen vooral uit Amerika. En zo ja, wou ik eigenlijk gewoon ook... Uh, zeg maar, die, die tips en die keuken naar, naar hier brengen. En zo is dus het Keto gekomen. Daarna Go Keto, met ook een, meer aandacht voor beweging, met een workout in, omdat die combinatie natuurlijk nog optimaler is. En in een volgende aflevering zal ik je ook heel uitgebreid vertellen over de Keto Keuken en hoe je van je lichaam een natuurlijke vetverbrander kan maken. Hoe je eigenlijk ook kan overstappen van die suikerverbranding naar vetverbranding en wat dat allemaal doet met je lichaam. Welke voordelen dat je daar allemaal uithaalt. Maar dat is voor een volgende aflevering. Ik ga even spieken, want ik heb hier van alles. Voorbereid want ik wil je zodanig veel vertellen. Uh, ja, wat dat ik nog vergeten ben, is uh, misschien ook leuk om te weten tijdens uh, onze uh, eerste workshops. We gaven heel veel kleine workshops um, om te beginnen. Als vegan chefs maakten wij ook um, raw vegan granola's, crackers, uh, cheesecakes, maar alles is puur plantaardig omdat. Ja, wij uh, hadden zo lang in Amerika gewoond, maar ook... Ik ging bijvoorbeeld heel graag naar Londen, want daar had je een Whole Foods Market. Ik weet dan nog goed, op het begin van ons viege verhaal... Uh, mijn eerste high-speed blender, dat was een, een Vitamix blender, Vitamix. Uh, we waren in, in Londen speciaal naar daar gereisd, naar de Whole Foods Market, waar dat ze die verkochten. En uh, daar had je grote groentebuffetten... En dat je hele regions vol met vegan en zelfs ook keto tussendoortjes. En bij ons in Vlaanderen was er gewoon nog niets. En ik, we kwamen terug. En dat was precies zo'n teleurstelling. Want ik... Ik ben echt een enorme foodie, een Bourgondier. Ik hou ook van tussendoortjes die je gewoon kan kopen. Want het moet niet altijd allemaal zelf gemaakt zijn. Ik vind dat je het zelf ook wel eens gemakkelijk mag maken. En zo is eigenlijk All Good ontstaan. Omdat we tijdens workshops heel vaak de vraag kregen van. Ja, die, die raw vegan granola. Die krakkers op basis van noten en zaden in een droogoven. Want het is eigenlijk een beetje een slow food proces. Zoals in Italië, de slow food beweging, heb je ook um, All Good is uh, volledig raw en vegan. Dat wil zeggen dat we alles in een droog oven maken. Um, waardoor dat je eigenlijk op een lage temperatuur je krakkers bijvoorbeeld gaat, uh, gaat drogen, zodat je ook je goede vetten uit noten en zaden beter behoudt. Um, dus puur de voedingswaarde, maar ook de smaak is helemaal anders. En zo is All Good ontstaan, omdat we gewoon de vraag kregen: van, kunnen jullie dat niet voor ons maken? En uh, ja, ondertussen hebben we ook ketogranola's, als ketokrakkers. Um, maar ja, dat is eigenlijk uh, een van mijn grootste passies, All Good, onze productlijn, omdat ik vooral ook wil dat je kan genieten van lekkere tussendoortjes, lekkere maaltijden, maar ik wil het je vooral ook zo gemakkelijk mogelijk maken en zo is eigenlijk de combinatie van de boeken en jullie lifestyle aan Good er gekomen. Nu ik denk dat ik het belangrijkste van mijn achtergrond wel al een beetje geschetst heb. De boeken ook Keto in 15 minuten. Keto in 15 minuten Mediterrane is mijn nieuwste. Ook weer de focus op snel, eenvoudig, gemakkelijke gerechten. Die je gewoon met ingrediënten die je gewoon in de supermarkt vindt, want dat vind ik het allerbelangrijkste. Maar daarover ga ik je dus in de volgende aflevering veel uitgebreider vertellen. Maar wat ik je nu nog in deze aflevering ook wil meegeven, zijn een paar fun facts over mezelf, zoals dingen die niet veel mensen over mij kennen. Um, een beetje onnozeliteiten om gewoon een keer goed mee te lachen. Want ik heb het gevoel... alleen met de boeken kan ik al um, heel veel vertellen over gezond koken en ook met YouTube-filmpjes en zo en via social media kan je wel veel vertellen. Maar ik heb vaak het gevoel dat ik nog niet alles van mezelf kan, kan tonen. Um, ook zo'n beetje meer die onnozele, persoonlijke kant... En uh, daarom heb ik een paar dingen bedacht uh, die niet veel mensen over mij weten. En dat je misschien grappig vindt om te horen. Want ik vind dat altijd leuk bij andere mensen. die bijvoorbeeld een YouTube-kanaal hebben of die een podcast hebben. Vind ik het altijd superleuk om gewoon te lachen en persoonlijke dingen te horen. Omdat ik vind dat dat ook iets verbindend heeft. Uh, dus een aantal grappige weetjes over jullie. <laughs> ik ben op sommige vlakken een echte broekscheiter. Dat zeggen ze bij ons. Um, vooral als het gaat over valangst. En dat klinkt misschien raar, want ik heb niet echt hoogtevrees. Ik dacht vroeger altijd... Ik heb hoogtevrees, omdat mijn vader enorme hoogtevrees heeft. Maar het is eigenlijk eerder valangst, als ik bijvoorbeeld... Uh, vroeger ging ik heel graag wandelen, maar dan echt ook in de bergen in Ierland, bijvoorbeeld. En zet me daar dichtbij ja, op, op de berg, waar het echt heel stijl wordt. Um, dan is dat precies alsof ik in freeze modus ga. Als, zeker als de ondergrond ook oneven is. Dus dat je gemakkelijk wegsliert. Mijn moeder vond dat fantastisch. Want ik heb echt nog zo van die hiking trips. Dus echt wandelreizen gedaan met haar. Onder andere ook een met Simon. Ja, zij is echt een daredevil. Dus die vond dat fantastisch. Maar ik ben op dat vlak. Eh, Bevriez ik helemaal. En dat weet ik nog goed. Eén keer in Ierland. Ehm, ik was zo bang en ik stond helemaal bevroren en er was een man die veel ervaring had met van die wandelreizen en die heeft mij echt moeten zeggen, stap voor stap, van zet nu je voet daar, zet nu je voet daar en ik was zo opgelucht als ik van in een berg was. Maar dat is dus iets, ja ik probeer daar wel aan te werken, um, maar dat is iets dat ik nog altijd wel een beetje wil overwinnen, die valangst en die ook een beetje precies dat dieptegevoel. Dat heb ik ook wel in de diepe zee. Um, dat ik uh, snel zou panikeren, omdat ik niet... Als je echt in de diepe zee aan het zwemmen bent en je ziet niet wat dat er onder je gebeurt, dan uh, moet ik echt ook letten op mijn gedachten. En ik denk dat dat allemaal een beetje te maken heeft met uh, controle durven loslaten en vertrouwen. Uh, want ik ben wel een beetje een controlefreak. En dat brengt me bij een tweede grappige weetje. Daarvoor ga ik terug naar toen ik heel jong was. Ik heb een enorme hekel... En ook wel een beetje een angst voor kwallen. En dat klinkt misschien raar, maar dat is iets waar ik heel vaak dromen over heb gehad. Eerder nachtmerries dan. En ik weet nog goed, vooral in mijn kindertijd heb ik de indruk dat er in de Noordzee heel veel kwallen zaten. en Dat dat toen heel normaal was. En er is een keer, uh, keer gebeurd dat er echt een kwal heel dicht kwam. En dat ik zoals een... ...een aapje bijna helemaal tot in de nek van mijn moeder was gesprongen. <laughs> en euh, later dan, ik denk dat dat nu ondertussen vier jaar geleden is... Euh, ...waren we op reis in Mallorca euh, bij vrienden die daar een, een huis hebben. En zo te zien staat Mallorca, de zee euh, daar rond, gekend voor veel kwallen. Maar ja, dat wist ik niet. En ik was aan het zwemmen, want ik heb ook periodes gehad dat ik heel veel zwom... En plots hing er een gigantische kwal recht voor mijn gezicht. En dat ga ik nooit vergeten. Dan ben ik gelijk een maniak naar, naar de kust terug beginnen zwemmen. Dus ja, om maar te schetsen: eh, dat vissen, grote vissen, haaien, kwallen. Dat vind ik gewoon. Ik heb daar nog heel veel dromen over gehad: dat ik in een zwembad zat of in de zee. En dat het zoal nacht was en dat was precies een storm. Eh, overal vissen en haaien. En ik moest proberen terug naar die kust te zwemmen. Ik weet niet waar dat dat precies mee te maken heeft, maar ik denk opnieuw weer zo'n beetje de angst voor het onbekende en ook uh, controle loslaten. Dus dat is wel ook gewoon typisch aan mij. Um, en dat komt wel terug op vele vlakken. Ik hou wel enorm van dieren, versta mij niet verkeerd. Um, ik vind zowel dieren als jonge kindjes, die staan vaak nog heel sterk in het, in het nu. En dat is ook wel een van mijn grootste leerlessen van meer in het nu te proberen leven. Om niet... Je te veel zorgen te maken over het verleden of over de toekomst, maar om meer gewoon in het moment te leven. En dat is iets wat ik de, de afgelopen jaren wel heb ontdekt. Um, zeker ook dankzij boeken van onder andere Eckhart Tolle. Maar daar ga ik ook in een, in een latere aflevering meer over vertellen. Um, ik heb trouwens een hondje, George, die ligt hier aan mijn voeten. Ik zal hem even tonen. Ja, hij was aan het slapen, dus zeg je bij de levende? George is een kleine dwergdekkel. Um, nu is hij rustig, maar eigenlijk is hij ook een kleine maniak en een heel nerveus type. <laughs> maar um, ja, dat zal je wel zien in de boeken, dat George daar ook in terugkomt. Um, is net als ik trouwens een schorpioen. Ik ben geboren op 29 oktober en hij op 14 november. Maar dat is ook wel een van... Uh, wat, wat heel typisch is um, voor... Voor mij een van de fun facts is dat ik eigenlijk veel mensen denken van dat ik echt een stadsmens ben. En soms krijgen we zelfs aanvragen voor, voor interviews van gezond leven in de stad. Maar eigenlijk ben ik een enorme natuurmens. En dat heb ik ook gemerkt toen ik lang op kot heb gezeten in Gent. Dat ik eigenlijk vooral goed functioneer in de natuur. En een van de laatste fun facts waar ik je nog uh, mee wil <laughs> entertainen is dat ik hou enorm van romantische comedies, maar versta me niet verkeerd, um, niet alle romantische comedies, maar echt zo de classics uit de jaren 90 en begin van de jaren 2000. Bridget Jones Diary, Love Actually, uh, wat heb je ze nog? Four Weddings and a Funeral. Dat zijn allemaal films die ik zo keer op keer herbekijk. En ik ben ook een enorme Harry Potter en Lord of the Rings fan. Ik heb alle boeken van Harry Potter gelezen, hergelezen, alle films gezien. En ik denk dat ik die trilogie van Lord of the Rings en ook The Hobbit zeker al tien keer heb bekeken. Um, en misschien nog een laatste fun fact of misschien is het wel een irritante gewoonte. Ik heb de neiging om altijd van alles te willen proeven, ook wat er bij iemand anders op zijn bord ligt. Dat is waarschijnlijk een irritante gewoonte. En ik heb vaak keuzestress. Bijvoorbeeld als je uit eten gaat en je moet één iets kiezen, ja, dan vind ik het heel moeilijk om gewoon één iets te kiezen. En dan zie ik altijd alles toekomen en dan denk ik, ah oh, dat ziet er ook goed uit, daar wil ik eigenlijk ook graag van proeven. En ja, mensen die ik goed ken durf ik wel al een keer te vragen van, mag een stukje? <laughs> maar ik kan me voorstellen dat dat ook wel heel irritant kan zijn. Um, en ik kan ook heel moeilijk eten weggooien. Ik heb de neiging van alles te sparen voor later. Ofwel om het gewoon allemaal op te eten. Een beetje neurotisch, misschien heb ik ooit een oorlog meegemaakt. Maar goed, bij deze wil ik deze eerste aflevering graag afronden, want ik zou anders nog uren blijven vertellen. Maar dat is voor volgende afleveringen. Als je een korte samenvatting wil van wat ik vandaag heb verteld, dat vind je via julislijfstel.com slash 1. Als je bijvoorbeeld aan het rijden bent of het poetsen of het. Koken of het sporten. Daar kan je alles nog eens nalezen. Een korte samenvatting. En daar vind je trouwens ook je gratis e-book. Eh, om keto zelf te proberen. Met recepten, een menuplan, meer informatie. Dus via julieslifestyle.com kan je ook je gratis e-book downloaden. En als je nu al suggesties hebt voor toekomstige afleveringen. Feedback over deze of gewoon vragen. Kan je ook een berichtje nalaten. Via julieslifestyle.com slash 1 in de comments. Als je deze podcast nu aan het beluisteren bent, maar je wil hem graag ook eens bekijken, dan kan je ook naar YouTube gaan, slash Julie's Lifestyle. En daar vind je ook deze aflevering in videovorm. De volgende keer vertel ik je meer over keto en hoe jij van je lichaam een natuurlijke vetverbrander kan maken. Tot de volgende!